Achterhoofddistractie of occipitale distractie. Een normale schedel bestaat bij geboorte uit een aantal botten die door middel van naden flexibel aan elkaar vastzitten. Deze naden maken snelle groei van de schedel mogelijk. Als de twee kroonnaden aan de zijkant van de schedel te vroeg verbenen, dan groeit de schedel niet goed in de lengterichting. Ter compensatie groeit de schedel extra in de breedte. Het gevolg is een korte, brede schedel, waarin de ruimte voor de hersenen soms te klein blijkt te zijn. Bij voorkeur wordt de extra ruimte aan de achterzijde van de schedel gemaakt, omdat hierdoor de meeste toename in volume wordt bereikt. Bij de operatie wordt een litteken gemaakt dat bovenlangs van oor tot oor loopt. Via die weg kan de chirurg bij de schedel komen. De chirurg maakt een paar boorgaten om het bot los te maken van het onderliggende hersenvlies. Er wordt een zaagsnede in het bot van het achterhoofd gemaakt. Een klein stukje bovenop de schedel blijft intact. Om het schedelvolume langzaam toe te laten nemen, wordt er aan elke kant één veer geplaatst. In de loop van de weken na de operatie duwen de veren het bot van het achterhoofd langzaam omhoog en naar achteren, waardoor de schedel geleidelijk groter wordt en een betere vorm krijgt. Twaalf weken later worden de veren in een kleine tweede operatie weer verwijderd. Door deze techniek kan de schedel in de juiste vorm en omvang worden gebracht en ontstaat er meer ruimte voor de hersenen, terwijl het bloedverlies wordt beperkt.